Fien, ja, dit was moeilijker dan verwacht. Zeg ik dat correct? We hadden wel verwacht dat ze goed gingen zijn, aangezien zij toch de top 20 van de Belgische dames zijn van 15, 16 jaar. Dus we hadden niet verwacht dat het makkelijk ging zijn. Maar toch, het was toch in één keer aanpassen toen ze een blok zetten. Ja. Later bij de tweede goal dacht ik van hen. Derde goal was dan weer schitterend, maar dat heeft lang geduurd. Hè? Ja, we hadden gedacht dat we sneller door gingen komen. Maar ze hebben ons eigenlijk wel goed vastgezet. En uiteindelijk als één goal valt, dan zijn we op weg. Ja. Gaan jullie klaar zijn voor het misschien nog grotere Anderlecht dat komt binnen 2 weken of volgende week al? Ja. We zijn al serieus op training aan het voorbereiden. We doen heel hard ons best, dus ik vind dat we er wel klaar voor zijn, ja. Moest deze wedstrijd gewonnen worden? Voor ons vertrouwen is dat wel goed, denk ik, dat wij gewonnen hebben. En verliezen, dat doet niemand graag, dus ja. Afgelopen week hebben we de persconferentie gedaan. Ja, daar werd bekeren op de eerste plaats gezet boven de competitie. Realistisch, maar toch wel een doel, hè? Ja, ik denk dat dat wel een doel is voor ons. Omdat we vorig jaar tweede zijn geëindigd en juist die finale verloren tegen Anderlecht. Dus wij willen revanche nemen. Te beginnen volgende week vrijdag. Ja, dat kan al.